Comment déguster un bon vin? Als we onze leraar Frans van destijds mogen geloven, gaat dat zo. Kijken, ruiken en drinken. In het opleidingscentrum Sintra in Sint-Niklaas leren zo'n 25 volwassenen voornamelijk Franse wijnen proeven. Ik en mijn man eigenlijk zijn al jaren wel geïnteresseerd in wijn, drinken regelmatig wijn, maar eigenlijk ken ik daar niet veel van. En het feit dat men de kans krijgt om toch bij elke gelegenheid 6 degelijke wijnen te proeven, iets wat je privé in veel minder mate kan. Ik wil dat kunnen benoemen wat ik proef. Ik kan dat moeilijk een naam opkleven van de smaken, de geuren, en dat is mijn doel eigenlijk. Bij een cursus wijnproeven komt ook heel wat theorie kijken. Ja, we vullen dus altijd onze degustatiefiches in, bevindingen van de wijn. Dat is het eerste deel van de cursus. Sintra Midden-Vlaanderen geeft onder meer in Sint-Niklaas, Gent en Aalst wijncursussen. De opleiding zit duidelijk in de lift. De inschrijvingen voor het ogenblik voor alles wat met wijn te maken heeft aan de Vlaamse Wijnacademie binnen Midden-Vlaanderen toont voor dit jaar een verdubbeling van het aantal inschrijvingen ten opzichte van vorig jaar. Ondoorzichtelijk als je hem walst, dus de tranen zijn bijna zwart. Evolutie in de kleur, bijna niks. Volgens wijnconsulent en lesgever Chris van de Zompel uit Beveren wordt misschien minder, maar kwalitatief meer wijn gedronken. Wat opvalt hier bij deze wijn is de donkerte van de wijn. Ik denk dat de Belg meer en meer een kwaliteitsdrinker aan het worden is. En wijn is voor meer en meer toegankelijk. Er is een grotere range. En wijn is uit dat elitaire gestapt. Waar vroeger enkel wijn voor een bepaalde gelegenheid werd opzij gezet of feesten, of enkel voor een meer elitair publiek. Als we spreken over 50 jaar geleden, gaan we nu zien dat elke huisvrouw in de karretje bij de supermarkt wel een paar flessen wijn meeneemt. En wat valt het best in de smaak, witte of rode wijn? Witte wijn. Zoete witte wijn, ja. Als het maar zoet is. Rood, persoonlijk, ja. Witte of rood is maar een beperkte keuze, maar als ik tussen de twee moet kiezen, kies ik voor rood.